Op de zomer. Hey mensen, we gaan ervoor. Schat. We kunnen erop zingen, hè? Jongens, we gaan. We gaan, wat voor lied gaan we zingen? Op de zomer. Let the sunshine, let the sunshine in the sunshine in. Come on, brother. Let the sunshine, let the sunshine, the sunshine in. Let the sunshine, let the sunshine, the sunshine in. Wordt wel leuk. Maar net gaan geleerd. Dat gaan we misschien schenken. Maar het is niet wat voorbereiden en daar bouwen. Heerlijk. Wat gebeurt hier? Kampvuurtje of wordt er ook? Het lijkt me een vuur te moeten gaan worden, maar het is hardnekkig. Ja. Dus het is gelukt wat je vertelde. Nee, maar proost inderdaad op het succes natuurlijk. Hè? Want wat ga jij hier doen? Koken. Ja, ja. Dus je staat eigenlijk nu een beetje nog in je vrije tijd. En straks moet je, ja? Maandag. Ja. Maandag eigenlijk beginnen. Leuk. Ja, en hoeveel mensen verwacht je de eerste keer? Denk ik misschien uit van 70 man of zo. Ja. De eerste dag is en iedereen het ook wel een flinke tijd gemist heeft. Ja. Dus is de kans groot dat ze samen naar ons toe komen. Ja. Ja, ik wil iets anders gaan doen. Toen hij naar de nieuwe staat ging, ben ik gestopt. Ik ben alleen doorgegaan. En wat ben jij gaan doen dan? Ik ga yoga lessen. Wat ga je? Yoga lessen. Moet je het straks nog even over hebben? Ja, maar nou, dat cadeautje komen binnen, zie je. De ene keer zie ik je als non. Ja. En nu zie ik je hier. Ik hoor nou dat je ook in de keuken staat. Ja, ik ben multifunctioneel. Multifunctioneel? Ja. Jij doet ook iets in geluid, toch? Nee, dat is een beetje een misvatting. Ik doe het op de site, toch? Maar dat geef ik voor. Ik doe wel eens wat aan kunst, maar ik ben officieel geen kunstenaar. Oh, nee. Maar was je daar in non-kleding? Ja, het was meer een soort idee van een performance. Dus, en gewoon, ja, eigenlijk moet ik eerlijk zeggen. Die staat natuurlijk ook niet in handen. Nee. Ja, ik ben officieel geen kunstenaar. Ik ben tekenlerares en af en toe doe ik gewoon mee met dingen. Dat vind ik heel leuk om bij te dragen aan iets. En je hebt me inderdaad ook nog een stukje gezien. Ik kook hier 2 dagen de week. 2 dagen. Dinsdag en donderdag. Bediening. Dus ik zit hier, ik ben hier de hele dag. Het is heel leuk om te doen. Dat je eet wat je zelf maakt, dat je het ook kan serveren. Ja. Dat vind ik heel bijzonder. Ja. En daardoor wil je ook een hele goede kwaliteit leveren. Want je wil natuurlijk wat het meeste lekker vinden. Niet dat het niet zo is als je alleen maar in de keuken staat. Maar het is gewoon belangrijk. Ik vind het heel leuk om dat ook te doen. En waarom speciaal hier? Om hier te werken, omdat mijn leuke baas is. Daar werk ik al 2 dagen mee. Is de eigenaar. En wij werken op het dinsdag nog samen. En dat gaat gewoon hartstikke goed. Ja, samenwerken is heel leuk. Contact met de klant is heel leuk. Dus ja. En wat voor mensen komen hier, denk waarschijnlijk? We hebben heel veel vaste klanten. Ja? Die komen, omdat het natuurlijk nieuw is, hè? Ja. Nou, die zaak bestaat al 20 jaar. Ja. En er zijn sommige mensen die komen al 20 jaar nou praktisch elke dag eten. Dus het heeft echt een soort huiskamer idee. Dit is overigens de ronde tafel. Dit dat is nou de tafel van onze klanten. En die komen echt elke dag eten. En is het niet duur om hier te eten? Nee, we hebben wel onze prijzen moeten mogen op een andere locatie zitten. Maar in principe is het te betalen. 10 euro voor een hoogmaaltijd. Ja? En dan heb je gewoon zeker 3 verschillende groenten en alles zit op het bord. Eiwit. Daar wordt ook over nagedacht. Ja, we denken het eigenlijk per dag. Het ligt ook aan het seizoen en wat op de boerenmarkten ze krijgen en in de winkel. Dus we gaan zitten en soms hebben we van tevoren wel een idee. En dat kook je ook zelf in? Ja.
Ja? Ja, dus hergevallen naar de markt. En waar? De markt op woensdag. Oh, ja. En dan heeft hij nog wat leveranciers, ik weet niet precies welke, maar hij is overgestapt. Ja. Dus ja, we bedenken gewoon, soms zitten we gewoon aan tafel en dan gaan we bedenken wat we gaan maken. Ja, ja. Dus dat is heel leuk. Ja. Dus dat is verrassend. Ja. Mensen, als mensen bellen, wat eten jullie morgen? Dan moeten ze gewoon zelf dag bellen om 1 uur, want dan weten we het. Oh, nee. Deze nou, wat ik er nu van zie, vind ik hartstikke leuk. Ja. En ik neem binnenkort mijn vriendin ook mee, want die is vegetarisch. Oh. En nou, dat is heel bijzonder. Restaurants die alleen maar vegetarisch eten maken. Ja. We hebben net een vuurschaal gebracht. Dus van mijn moeder, van mijn familie, krijgt hij een grote vuurschaal. Ja. Waar die vuur in kan stoken voor als de gasten buiten willen zitten. Oh. En ik heb een cadeautje voor hem. Kijk. Leuk. Een mes, een mooi boksmes, die ga ik nu aan hem geven. Leuk. Dus binnenkort proberen om te eten. Oké. Let the sunshine in.